Kai Droy, een uitstekende 3-1 overwinning op Excelsior. Praat ons eens door deze wedstrijd. Goede wedstrijd van onze kant, denk ik. Met Vlagen goed voetbal. Veel energie, weinig kansen weggegeven. Dus verdiende overwinning. Ik sprak afgelopen week met trainer Ernie Brands. En die gaf aan dat als jullie met dezelfde energie zouden spelen als afgelopen maandag, dat het vandaag wel goed moest komen. Merkte jij in alles dat die energie er vandaag weer was? Jawel, we waren gewoon scherp vanaf het begin al, denk ik. En dan zie je dat we ook vanuit die energie gewoon goed kunnen voetballen. En dan verloopt de wedstrijd zo. En het is in de eerste competitiewedstrijd tegen Excelsior op Woudestein. Scoren jullie veel en vaak tegen deze ploeg. Is de manier van voetballen van Excelsior wat jullie ligt? Misschien wel. Ik weet niet precies. Ze hebben nu een nieuwe training al, dus zijn we iets anders gaan voetballen. Maar ik denk dat het gewoon ook een beetje toeval is dat we twee keer tegen hun veel doelpunten maken. Je wint twee keer binnen een week. Je vindt de aansluiting weer met de play-off plekken. Hoe belangrijk zijn de komende weken nu voor jullie? We moeten nu gewoon doorpakken. We hebben nog veel punten nodig. Dus we moeten gewoon elke wedstrijd voor de overwinning gaan. De laatste twee wedstrijden zijn natuurlijk een goede start voor de komende wedstrijden. Ja, je treft nu Top Os en MVV. Twee ploegen die ook in de buurt staan van de play-off plekken. Is dan extra belangrijk dat je die wint? Ja, het moeten gewoon 6 punten zijn. Dat sowieso. Dus we kunnen weer aan de bak komen in de weken. Maar nu eerst genieten van deze overwinning. Mag wel even van genoten worden, ja.